Hallo allemaal, mijn naam is Noor en welkom bij deel 3 van de Full Flight Series van de PMDG 777. Wij zijn op dit moment in de klim onderweg naar onze cruising altitude van flight level 390 en wij zijn onderweg naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Wij gaan in de cruise het een en ander aan zaken bespreken die je in je eigen cruise ook zou kunnen doen. Met name gaan we het hebben over de fuel checks en ook een paar dingen in de FMC die nog nuttig zijn om te weten. En dan is het vervolgens ook een kwestie van alvast voorbereiden voor de arrival. Dus stay tuned, want er gaat een hele hoop gebeuren in deze aflevering. We vliegen nu nog steeds boven Saudi-Arabië en we gaan nu nog eventjes in noordelijke richting. Vervolgens zullen we een bocht maken in oostelijke richting om vervolgens richting Dubai te vliegen. Dat zien jullie hier ook gereflecteerd op het navigation display. Dus nu nog eventjes een beetje noordelijke richting en vervolgens buigen we af in de richting van de Verenigde Arabische Emiraten. In de tussentijd zijn we nog aan het stijgen naar flight level 390. Wij komen daar aan ongeveer net na Musri. Hier zie je de top of climb en je ziet ook dat de groene banaan, zoals ik het altijd noem, ongeveer daar wel bij in de buurt zit. Ondanks dat dit een best wel groot vliegtuig is, het heeft ook grote motoren en het heeft best wel wat kracht en best wel wat power. Dus dat wil zeggen dat je best wel wat kan verwachten van de climb rate, zeg maar. En we stijgen nu nog steeds met 2000 voet per minuut. Dat is echt wel netjes, zeker voor deze hoogte en deze grootte van het vliegtuig. Dat terzijde. Even kijken. Ik wil heel vast alvast een blik werpen op het weer voor in Dubai. Want het weer is op dit moment 40 graden, net zo warm. Wind is 320 graden en 11 knopen. Visibility is goed, wel met echt hele lage druk. Q&H is 997. Dus het is wel even goed om te weten dat we in ieder geval wel wat wind hebben. En qua aankomst runways op zich wel gunstig, want de runway is, als het goed is, 3-0. Ja, 3-0 en de wind is 3-2-0. Dus het is een hele kleine wind van zij, maar vooral van voren. Dus dat is gunstig voor het landen straks. Maar goed, daar zijn we nog niet. We zijn nog onderweg naar onze cruising altitude. En het is natuurlijk een vrij groot vliegtuig. Dus een grote cockpit. Wat je kan doen in de tussentijd, mocht je vervelen, is eventjes de cabin ingaan en kijken hoe het er daar uitziet. Best wel goed gemaakt. Gordijntjes zijn inmiddels gesloten. Hier zie je de eerste klas, first class. En hier zie je ook volgens mij nog een first class. Ja. En hierachter ook nog. Nee, hier niet meer. Maar er is nog wel iets van luxe. En dit zijn de zaakjes, normale stoelen. Echt wel een lang vliegtuig, dus dit gaat nog wel eventjes zo door. Tot het einde toe. Heel even uit het raampje kijken. Prachtig vliegtuig, hele mooie geluiden. Echt wel heel erg mooi. Oké, laten we teruggaan naar de cockpit. Zoals ik in aflevering 1 ook al had gezegd, de 777 is natuurlijk een long-haul vliegtuig. En dat wil zeggen dat hij gemaakt is om ook echt lange vluchten te maken. En dat je daarbij dus ook te maken krijgt met step climbs. Die step climbs, hoe is dat handig om dat te doen? Je gaat in principe gewoon naar je OFB en daar check je wat je step climbs precies zullen zijn. Nou hebben wij helaas hier geen step climbs te tonen. Maar stel je nou voor dat bij Tomso zouden wij niet 3-1-0 hier staan, maar dan zou hier bijvoorbeeld 4-1-0 staan. Dat zou kunnen. Hoe gaan we dat dan precies, hoe gaan we dat makkelijk maken voor onszelf? Nou, wat we kunnen doen is wij kunnen, als wij op de Lex pagina zijn, kunnen we natuurlijk kijken bij Tomso. En dan moeten we die natuurlijk zoeken, Tomso, wanneer we daar aankomen precies. Als je dan naar route data gaat, dan staat hier bijvoorbeeld 10-16. Oeps, we hebben een traffic warning. Even kijken of dat... die gaat vlak langs ons. Oh, dat is die. Ja, oké. Geen gevaar.
Tom Show. Daar komen we aan op 10 uur 16 Zulu. Het is nu 9 uur 33 Zulu. Dus daar zou je op kunnen timen in principe. Wat je ook nog zou kunnen doen, is je kan naar de fixpagina toe gaan. Dus deze knop hier. Vervolgens druk je Tom Show in het scratchpad. En dan op de fix. En dan zie je ook hier op wat voor afstand we van Tom Show zitten. 290 mijl op dit moment. Op het moment dat hij 0 aangeeft, dan weten we natuurlijk dat we boven Tom Show zitten. Dus dan kunnen we onze nieuwe cruise altitude ook instellen. En in principe doe je dat gewoon door op de MCP je cruising altitude te verhogen naar 410. Dan druk je hem vervolgens hier in. En dan zal het vliegtuig naar de nieuwe cruising altitude toe bewegen. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Dus zo simpel is het in die zin. Ik ga deze even verwijderen. Want we hebben eigenlijk niet echt een step climb. Hij wil zelfs dat we gaan dalen bij Tom Show. Dus ik kijk eventjes naar het plan. Ik verwacht zelfs dat we misschien al rond Tom Show. We zullen dan in ieder geval wel dalen naar 310. En dan zal hier ergens onze top of descent wel zijn. En dan dalen we inderdaad verder door naar Dubai toe. Dus dat is hoe het verticale profiel eruit gaat zien. Een ander ding wat je moet gaan doen in de cruise is fuel checks. En die fuel checks doe ik altijd elke half uur. Je kan daarvoor bijvoorbeeld een aparte timer starten. Je hebt hier een chrono. Wat is het hier? Als het goed is hier een chrono. Nee, niet deze. Dit is de simrate trouwens. Klok. Deze moet je hebben. Klok druk je in. En dan zul je zien dat deze klok gaat lopen. En als je dan 30 aangeeft, dan moet je dus even kijken naar de brandstof. En wat gaan we dan precies checken? Nou, we checken dan of we de brandstofhoeveelheid nog aan boord hebben zoals gepland. Bijvoorbeeld, laten we eventjes Medco als punt nemen. Medco is 20 mijl van ons verwijderd. We zijn bijna op cruise trouwens. Is 20 mijl van ons verwijderd. En we hebben nog 14,9 ton aan brandstof aan boord. Laten we even kijken in ons vluchtplan wat er gepland was voor die Medco. Hoeveel we dan aan boord zouden moeten hebben. Medco 14,5 we zouden nog aan boord moeten hebben. En 5,8 zou verbruikt moeten zijn. Dat wil zeggen dat we op zich wel prima op koers zitten. Want we hebben nog 14,9, dus dat is meer aan boord. Maar we zijn er nog niet. Hè? We moeten nog een klein stukje. Maar ik verwacht niet dat we in dat kleine stukje 400 kilogram aan brandstof gaan verbruiken. Met andere woorden, wij hebben nog voldoende brandstof aan boord om de hele vlucht voor te kunnen zetten. En natuurlijk is daar een marge in wat je mag accepteren. Je kan er ook een klein beetje onder zitten. Ook dan is er geen man overboord. Want je hebt natuurlijk nog je reserves daarvoor ingebouwd. Die reserves zijn er ook voor bedoeld. Omdat bijvoorbeeld de wind net wat harder waait dan gepland was bijvoorbeeld. Dat je dan toch iets meer brandstof nodig hebt. Dat soort zaken. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En daar zijn die reserves voor ingebouwd. Hè? Dus die die contingency fuel bijvoorbeeld en final reserve heb je nog. Hoewel je wil dat niet per se echt aanraken. Maar met name die contingency fuel is echt fuel om dat soort zaken mee op te vangen. Maar stel nou dat er een lekkage is en er is echt veel brandstof aan het lekken. Dan kom je daar dan op tijd achter en dan kun je daarop acteren. Dus dat is wel met name belangrijk. En natuurlijk, we zijn aan het simmen. We zijn aan het flight simmen. Dus een echte lekkage zal niet zomaar gebeuren. Maar het is toch een longhauler en we moeten toch een beetje wat realisme inbouwen. Dus dat wil zeggen dat we toch proberen, ik in ieder geval, om elk half uur een fuel check te doen. En om te kijken of het een beetje overeenkomt met ons plan. Dus dat zou je ook zeker tijdens de cruise kunnen doen. Nou, we zitten inmiddels al eventjes in de cruise. Onze top of descent die komt zelfs al een beetje in beeld. Dus we gaan zo een klein beetje voorbereiden voor de arrival die we gaan doen. Voordat ik dat doe, doe ik nog één laatste fuel check. Of in ieder geval een volgende fuel check. We zijn nu bij Deben in de buurt. Dat is ons volgende punt. Over 3 mijl. En we gaan eventjes kijken hoeveel brandstof we bij Deben aan boord zouden moeten hebben. Deben 12,1. Aan boord, wat hebben wij? 12,3, dat is mooi. Dus we zitten eigenlijk zoals gepland op ons brandstofverbruik. En dan kunnen we nu gaan voorbereiden op onze arrival. Ik pak Navicraft er even bij. Laat ik nog trouwens heel eventjes eerst nog het laatste weer ophalen voor Dubai.
Er is geen nieuwe meter, dus dat wil zeggen dat ze het moeten doen met deze informatie. 320 graden, 11 knopen wind. Goede visibility, geen clouds. 40 graden temperatuur met QNH van 997. Dat maakt dat eigenlijk de voorgestelde route in Simbrief best prima is. Want die wil dat wij gaan landen op 30 left. En dat is handig met deze wind. We komen niet vanuit die kant, maar echt vanuit die kant. Want de wind komt wel vanuit die kant en we willen tegen de wind in. Dus wij gaan vanuit VUTEP de VUTEP 3 Charlie Arrival nemen. En vervolgens als approach kiezen wij ILS runway 30 left, add to route. Dan moet hij heel eventjes laden blijkbaar. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat is jammer. Navigraph ligt er volgens mij uit. Dus we moeten het eventjes zonder doen. Ja, het is niet anders. We weten in ieder geval welke arrival we wilden doen. Dus die kunnen we er alvast wel inzetten. ILS 30 left. En dan was het de VUTEP 3 Charlie. Die kunnen we erin zetten. Transition via ULTOT. Dat klopt. Dat had ik net nog gezien. Dan zetten we die op execute. Dus dat is dat. Vervolgens gaan we naar VNAV. En dan kunnen we hier naar rechts toe. Naar forecast. En dan doen we hier de transition level invullen. Normaal gesproken zouden we die opzoeken op de charts. Maar omdat we daar nu eventjes gedurende de storing... Oh, hij doet het inmiddels wel weer. Even kijken of hij het doet. Ben je net aan het opnemen? Krijg je een Navigraph storing? Ja, hij doet het weer. Helemaal top. VUTEP 3 Charlie dus. Met een transition ULDOT. ULDOT is het laatste punt. En vanuit daar zit de ILS richting de baan. En wij moeten invullen de transition level. En die staat op de charts als flight level 150. Dus die staat hier al goed ingesteld. We moeten alleen nog eventjes een... even kijken. Die forecast request hadden we al gedaan. Dus dat is helemaal goed. Dus verder hoeven we hier eigenlijk niks meer te doen. Dat hebben we dan gedaan. Vervolgens moeten we ook eventjes kijken naar hoe de approach eruit ziet in het kader van de ILS. Met de minimums en dergelijke. We gaan namelijk de ILS doen in de richting van 299 graden. Onze platform altitude 2000 voet. En dan pakken wij de 3 graden glideslope op van de van Dubai, van 30 left. En we hebben de minimums van, even zien, afhankelijk van de categorie, categorie 1, ILS 260. Dus dat wil zeggen dat we 260 in gaan vullen in de minimums. Bar. Dus dat doen we hier. Dit is de minimums knop. En daar kunnen wij aan draaien. En dan zie je vervolgens hier die minimums veranderen. Wij moeten hier 260 van maken. Dus dat ga ik eventjes doen. Niet te snel scrollen, want dan ga je er heel snel voorbij. Is mijn ervaring. Oh, 360, niet 260. Daar gaat het al mis. Bijna. Zo, 260, dat is 1. De QNH 997, die zet ik ook alvast in de standby. Dus dat is weer dezelfde QNH knop die we in aflevering 1 ook hadden gebruikt. Zo, dat is deze. En ik check nog één keer of er niet nog een discontinuity bij is gekomen sinds dat ik de arrival erin heb gezet. Na VUTEP zou ik die kunnen verwachten. Nou, dat is dus niet zo, dat is mooi. Vanuit daar is het gelijk door naar... kijk, hier is wel een discontinuity. ULDOT. En dan ZPO. Klopt dat? Dat die twee... Kijk, ja, ULDOT en ZPO, die zijn dus wel met elkaar verbonden in onze route. Met andere woorden, die discontinuity is enigszins onterecht. Dus ik ga die ZPO, die druk ik aan. En dan zet ik hem op de discontinuity. En dan execute. En dan is hij weg. Wat ik ook ga doen hier bij de proc page is dat ik kan zien, to top of descent, hoeveel tijd daar nog tussen zit en hoeveel afstand daar nog op tussen zit. Dus over 80 mijl gaan we onze descent al beginnen. En dat klopt ook wel, want hier zie je top of descent bij
de 80 mijl ring. Met andere woorden, bij Tom's Show gaan we straks onze daling alvast inzetten. En dan dalen wij af naar, ja, naar Dubai toe. Dus ja, stay tuned. Straks ben ik weer terug. Voordat wij kunnen landen op runway 30 left, moeten wij ook kunnen berekenen of wij daar überhaupt kunnen landen met onze huidige gewichten. En hoeveel landing, hoeveel runway we ook daadwerkelijk nodig hebben. En daarvoor moeten we eventjes wat performance berekenen. Dus laten we maar naar de performance tool gaan op onze tablet. En dan ga ik vervolgens naar landing en route. En dan selecteer ik gewoon de runway waarop wij gepland zijn om te gaan landen. Dat is in dit geval 30 left. Overige data wordt ingevuld. Dan kunnen wij vervolgens hier ons gewicht invullen. Maar dat is wel het gewicht waarop je verwacht te gaan landen. En die kunnen we in principe halen van de OFP. Want we verwachten dat we daar niet heel erg van afwijken. Omdat ons brandstofverbruik precies volgens plan verloopt. En dan staat hier een estimated take-off weight en een estimated landing weight. En die landing weight die moeten we even onthouden. Dat is 209.4. Dus 209.4 ga ik hier invullen. 209.4. Flap config gewoon full flaps. Airconditioning blijft aan. Dit blijft hetzelfde. Autobrake zetten we. Ja, kijken we even of we het redden met autobrake 3. En dan import weather is wel belangrijk. Calculate. En dan zie je dat we ongeveer hier op de baan zullen stoppen als we vanaf 30 left aankomen. Landen. Even kijken wat een autobrake 2 zou doen. Is ook nog acceptabel. En een autobrake 1 is enigszins ook nog acceptabel. Afhankelijk van waar we ook natuurlijk de V-gate willen doen. Ik verwacht dat wij de V-gate een beetje juist aan het einde van de baan willen doen. Want hier ergens willen wij parkeren. Met andere woorden, wij kunnen best wel onze autobrakes laag instellen. Zodat we zo ver mogelijk de V-gate kunnen doen. En aangezien wij toch niet op vetsim vliegen of iets dergelijks, dan kunnen we dat gewoon helemaal lekker zelf bepalen wanneer wij de V-gate gaan doen. Dus ik zet hem op autobrake 1 straks. Hebben we bij deze berekend. En we gaan met een flap config van 30 gaan wij landen. Die 209.4 die ga ik ook nog hier ergens invullen. Ik ga hier naar init ref. Dan vul ik hem hier 209.4 ook in. En dan vul ik ook in onze flap 30 en feed speed voor de approach. Dus met 137 knopen gaan wij straks de landing doen. 137 plus 5 doe ik eigenlijk altijd voor een beetje marge. Met een flap 30. En dan hebben wij best wel prima lage speed voor zo'n grote snelheid. Of voor zo'n groot vliegtuig natuurlijk. Dus dat is wel heel erg netjes. Wij naderen onze top op descent. Wat ik alvast ga doen is ik ga op de MCP ga ik de hoogte alvast verlagen. Naar transition level. 150. En wat het vliegtuig dan vervolgens gaat doen is automatisch dalen op het moment dat die top of descent bereikt is. Dus je hoeft alleen maar de MCP dan te verlagen. Dat hebben we nu gedaan. En dan zal die straks automatisch al in de daling gaan voor ons. Dus dat is heel mooi om van tevoren al te kunnen doen. Laten we eventjes een descent checklist doen. We doen even een recall. We hebben geen bijzonderheden. Dat is gedaan. Notes are checked. Autobrake is berekend. Die zetten we op 1. Landing data is set. 4F 137 plus 5 met de flap 30. Minimums is gezet op 260 graden. En approach briefing hebben we eigenlijk een klein beetje net gedaan. Nog heel kort eventjes. We gaan via VTEP vliegen we eigenlijk langs het vliegveld. En dan draaien we zo in voor runway 30 left. En qua bijzonderheden hebben we op VTEP een restrictie van 12.000 voet of lager. Op 230 met 230 knopen snelheid. Die 230 knopen houden we in principe vast tot en met hier. En hier wordt het vlak voor de bocht 185 knopen voor de bocht. En vervolgens maken we die bocht richting de baan. En dan hebben we hier nog een klein beetje een descent profiel. Dus eerst 11.000 voet en dan 7.000 voet voor de daling hier in dit deel. Dus dat is eigenlijk de approach briefing. De descent checklist is gedaan, dus we zijn ready to descend.
En dan zijn we eigenlijk nu ook aangekomen bij het einde van deze aflevering van deze serie. In de volgende aflevering zullen we het allerlaatste deel doen van de vlucht. En dat is met name de verdere descent en de landing in taxi naar de gate. En dan is de hele vlucht helemaal gedaan. Dus blijf vooral plakken bij ook de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Bedankt voor jullie steun. En laat vooral een duimpje omhoog achter als ik jullie echt geholpen heb met deze video. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering. En de top of descent die komt er hier aan. Dus we gaan bij het einde van deze video. Nu gaan we de descent in. Dus dat is maar mooi getimed. Oké, tot de volgende aflevering.